Hey, lekker dier. Kom eens even hier. Deze reactie. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 7 juli en wij zijn net wakker geworden in Miami. Vandaag is hier alweer onze laatste dag, dus we hebben besloten om wat leuks te gaan doen. We gaan allereerst zo meteen naar de Everglades. Dat is een heel groot natuurpark waar je krokodillen en zo kan zien. En dan ga je zeg maar met een bootje daar doorheen. Later vanmiddag gaan we trouwens gewoon bij het zwembad liggen. En vanavond gaan we uit, maar dat zien jullie allemaal wel in de rest van deze video. Ik ga even mijn outfit laten zien. Ik draag een playsuitje van Lovies. En die is best wel kort, maar super leuk voor zo'n dagje uit. En voor de rest, ja, mijn haar dus zo vastgezet. Ik heb een horloge van Triwa en een kettingje van Forever 21. Dus dat is wat ik aan heb. En trouwens, mijn slippertjes zijn van Lovies. En ik ga nu mijn spullen bij elkaar pakken en dan kunnen we zo meteen gaan. Oh my god, we zijn aangekomen bij het Everglades Park. En dit is het Alligator Park, dus waar de alligatoren zijn. Maar hier staat een bordje. Warning, wild alligators. Uh-oh, probleem. Het is probleem, ze zitten daar gewoon. Grapje. Ik ben iets bang, hij gaat de auto niet uitkomen. Kijk, hij blijft daar zitten. Je bent bang, hè? Die heeft de auto niet eens uit te komen. Doe dit, doe dit! Ik ben baas. Ik ben baas. 20 to 25 minutes. Oké, so it will be... Is this right? Yes. Oké, thank you. Oh, sorry, ik stond op je teen. Uh-oh, probleem. We zijn Dwayne kwijt. Dwayne is opgegeten door een alligator. Volgens mij ging die kant op. Ik weet niet of ik dat gedaan. Waar? Parkedaan. Ja, dat weet ik dus niet. Even kijken of je ergens gaat lezen. Want ik zeg steeds... Ik weet dat het verschil tussen dit, maar ik weet niet wat. Alligators and crocodiles do bite. Do not sit children on the wall. Do not throw items into the crowd pens. Oké. Okay. Holy Moses! Dit zijn er een heleboel. Oh my goodness. Probleem als je hier tussen komt. Maar deze gaan nog kleine hapjes van je nemen. Die andere die eet je in één keer op. Kijk hoe cute. Nog meer kleintjes. Ah, op een kluitje. Waar staat voor grieven? Ik kan ook zelf eten. Of kijk, ze komen als ik kan gewoon een hapje nemen. Ja, ze horen het. Kijk, kijk, ze komen. Eten? Wow, hè, zelfs die vogel. Die vogel heeft lef, hoor. Ja, die vogel gaat opgegeven. Ik vecht hier gewoon. Ik heb geen eentje gegeven. Hé, hey, kijk die vogel hier. Hij heeft lef. Koude vogel. Als ik daar gooi, gaat hij niet durven, die vogel. Zeg hem. Ja, man. Hey, hey boy. Hey, boy. Hey. Hey, ja, man. Ik wil eten. Hey. Oh, ze beginnen gewoon elkaar te pakken. Gies gaat ze nu ook even voeren, maar dit zijn die andere. Daarnaast heb ik ze net eten gegeven, nu gaat Gies hier brokjes geven. Ze zijn hongerig, hoor. Ik wel. Je kan beter eentje meenemen en als je toch je kan hem ook nog afdoen. Ja. Over the front of the boat, everybody. It's gonna roll right along the floor. Second rope back. You want to keep your shoes dry. Pick your feet up a little bit after you've been. Ik ga sowieso nat worden hier aan de zijkant. Ja. Je wil pas les plus mouillés pour le bénéfice. Zie je van iemand? Heb je gewonnen? Deze ook, deze kant op. En deze kant ook niet. Probleem dit. Yeah, dat is er ook eentje. Ja, deze alligators when they're born, they're born about 6 to 8 inches long. About 40 is their life. Thousand feet.
lot of the male alligators are showing their dominance and running all the other. Ik ben bang dat iets mij uit het water trekt. Smaller alligators out. All right. How deep is this water? Average is 6 inches. Now we're in the wet season, so we're above that right now. We get the 6-inch average because of our dry season. Sometimes where we're sitting, there's very little water to even no water. Hoe vond je het? Eng. Eng? Wel, maar nat. Ben je nat? Ja. Ja, we gingen natuurlijk een paar keer zo met die boot. Dus dan ging die ineens afremmen en dan ging die rondje maken. Dus als je aan de rechterkant zit, word je nat. En aan de linkerkant word je bij de andere kant nat. Mm. Maar het was wel leuk. Ja, je weet het. Dus we hebben een paar krokodillen en alligatoren gezien. En ik weet nu het verschil tussen een alligator en een krokodil. Een krokodil heeft een meer langwerpige neus en die is vaak wat, ja, een beetje meer tankleur. En een alligator is vaak zwart, echt donker. En die heeft een wat meer ronde neus. Dus, daar zijn we ook meteen over uit. Dat wist ik dus niet. Ik zeg de hele tijd tegen mijn kijkers ook, ja, we gaan alligator kijken. Maar ik wist dus niet dat er ook krokodillen waren en wat het verschil dan was. Maar nu weten we dat dus. Hé, hey, lekker dier. Kom eens even hier. Hallo. Ik heb gewoon een pak. Hallo, schatje. Ga er even een plooi naar uitgooien. Yo, ja, Dottie. Allemaal visjes. Ah, oh, er zit ook een klein schildpadje daar. Hey. Cute. Kijk, ze zitten dan. Ga ze wachten op een showtje. Geef ze begraaf. Kijk eruit. Nee, dit is een alligator, hè? Want hij is meer een beetje rond. Alligator. Oh, come on. I can save those for later. Now, folks, that was my final chunk of meat for the demonstration. He'll eat him in a minute. Oh, there he goes. He got him. If you have enjoyed the show, we do accept all different types of donations for this one. So. We zitten weer in de auto. Vond je het leuk, Everglades? Ik vond het wel leuk hoor. Ja. Jawel hè? Nee, helaas niet zoveel grote alligatoren gezien. Nee, een beetje tegenvaller. Wel zeg maar gewoon in het park, maar niet in de swamp zelf. Oh nee, wacht. De river. En nu gaan we naar Shake Shack. We gaan lekker eten. Zodat we allemaal haar en worst cream. En een Krispy Kreme, ja. Krispy Kreme hebben wij echt al de hele week zin in. Nu gaan we daar eindelijk naartoe. Dus bring it on, Krispy Kreme. Lekker een glazed donut eten. Oké, we zijn aangekomen bij Shake Shack en het duurt een beetje lang voordat iedereen heeft gekozen wat hij wil hebben. Ik ga voor deze, de Chicken Shack. Crispy chicken breast, lettuce, pickles, buttermilk. En ik ga die Shack Made Lemonade nemen, denk ik. Hierboven. Raspberry lemonade. Oh, het is zo lekker. Kijk hoe lekker dit eruit ziet. Goeie man. Dit is mijn. Ik heb een, wat is het nou? Chicken Shack genomen. Lekker man, met kaas gewoon. Och, och, och. Deze reactie. Geen woorden. Zo'n goeie. Lekker? Kies en ik zitten lekker bij het zwembad. We hadden net eens gegeten bij Shake Shack. Was echt super lekker. Aanrader sowieso als je in Miami bent. Maar Five Guys vonden we lekkerder, hè? Ja. Dat had net iets meer smaak aan of zo, ik weet niet. En de patatjes van Shake Shack waren wel heel lekker. Dus dat dan kaas op gesmolten kaas. Bij Five Guys gewoon zelf een soort toekje. Ja, ook dat. Maar, ja, dat maakt het net iets specialer of zo. En bij deze kon je dan niet kiezen wat je erop wilde. Dat is wel een beetje jammer. Maar voor de rest lekker gegeten. Ik zit er nog steeds vol van, terwijl het nu alweer 2 uur geleden is of zo. En Gies en ik gaan nu lekker even zwemmen. En dan over een uurtje, anderhalf uur ongeveer, gaan we met z'n viertjes nog maar eten. Onze laatste avondmaal hier. Het is echt stom. Het is echt voorbij gevlogen, jongen.
Maar ja, alles komt een einde. Natuurlijk vakanties ook. Terug naar Nederland morgen om een uurtje 8. Vliegen we volgens mij 7, 8, zoiets. Dus dat is in de avond. Dus dan hebben we nog wel in principe de hele dag om te chillen bij het zwembad van Gies en Rico. Want we gaan vanavond uit. Maar we moeten morgen vroeg om 11 uur al uitchecken. Dus dat betekent wel dat we gewoon vroeg weg moeten van het resort appartement. Dus nou ja, goed, wij gaan lekker zwemmen. Tenminste, ik wel. Ik weet niet wat jij gaat doen. En dan gaan we ons daarna een beetje omkleden en klaarmaken. Ik ben net weer terug in onze hotelkamer en ik heb net gelijk even gedoucht en mijn haar gewoon even in een strakke knot gedaan. Mezelf omgekleed en een lipkleurtje opgedaan. Het is MAC D for Danger en mijn outfit is echt super simpel, want we gaan alleen even wat eten en dan gaan we daarna weer terug naar het hotel om even een uurtje te slapen. En dan gaan we later in de avond stappen. Dan gaan we naar Club 11. Dat is een stripclub / uitgaansclub. En we zijn allemaal heel erg benieuwd hoe het daar aan toe gaat. Want ja, als je stripclub denkt, dan denk je natuurlijk aan vrouwen die aan palen dansen zonder kleding. Maar volgens mij is het ook meer dan dat. Dus dat je ook gewoon leuke toffe muziek hebt en zo. Dus dat gaan we vanavond allemaal meemaken. Dus laatste avond hier eten, man. Ja, helaas. Zit er al. Helaas. Time flies when you're having fun. Klopt. En we hebben het heel leuk gehad, toch? Zeker. Leuke vakantieschapjes. Mm-hmm. Om niet te vergeten. Nee. Ik zal niet vergeten. Oké. Okay. Als je vergeet, kijk weer deze video's weer terug. Ja, dat is altijd leuk. Dat je je oude vlogs kan terugkijken. Vooral als we straks thuis komen. Als we al deze video's dan gaan editen, dan kijk je terug en denk je, oh, dat was zo leuk. Dat was mooi. Ja, ik kan niet wachten om deze video's te editen. En nu gaan we lekker eten. Njangen, Argentijns. Ja, super veel zin in. Heerlijk. Het blijft toch wat lekkers door, Argentijnse keuken. Nou, we zitten nu bij Graciano's. Dat is een Argentijns restaurant dus. En dit is wat ik heb gekozen. Lekker stukje biefstuk. De tweede keer deze week dat we dit eten. Met daarbij aardappelgratin en groenten zit er ook nog bij. Dat gaan Gies en ik delen samen. Zij heeft een lekkere steak. Eet smakelijk! Is die net zo lekker of niet? Als die van de week. Lekkerder gewoon. Het is nu alweer 11:45 s'avonds en ik heb mezelf meteen helemaal klaargemaakt, want we gaan zo meteen dus uit. Ik zal je zo meteen even in de spiegel laten zien wat ik draag. Maar voordat ik dit ga doen wil ik nog even zeggen dat ik mijn vlogcamera hier laat. Want ik vind het veel te gevaarlijk om die mee te nemen in mijn tasje. En dat is ook helemaal geproefd, want het tasje is best wel klein. Dus ik ga zo meteen als het kan nog wat sfeerbeelden filmen met mijn normale telefoon. Maar zo niet, dan wil ik je alvast zeggen heel erg bedankt voor het kijken van deze video. Als je het leuk vond, doe dan je duimpje omhoog. En dan zien jullie mij morgen gewoon weer terug in een nieuwe video. Doeg! Dit is wat ik draag. Een jurkje van de webshop. Oh, ik heb echt super veel gegeten vandaag. Dus mijn buik is helemaal vol. Maar in ieder geval, dit jurkje is van een webshop waarvan ik de naam dus nog niet weet uit mijn hoofd. Maar ik zet hem even in de beschrijving hieronder. Superleuk. Achterkant ziet er zo uit. Zeg maar open met hier een strap. En aan de andere kant ook een strap. Dus dat is wat ik draag. En we gaan nu naar Gisela en Ricardo. En gaan we zo meteen naar de club toe. Be patient with you. I need to know.